Biologisch gezien is de mens in de afgelopen 10.000 jaar nauwelijks veranderd. Wij zijn dus niet vooruit gegaan. En waarom zou dat met de wetenschap dan wel zo zijn? Is er vooruitgang in de natuurkunde gegeven dat wij niet slimmer zijn geworden dan wij waren in het stenen tijdperk? Het lijkt er wel op, want we leven inmiddels in het siliciumtijdperk. Vroeger werd die vooruitgang gedragen door timmerlui, boeren of andere mensen van de praktijk. En tegenwoordig wordt vooruitgang ook aangedreven door theorie. Dat is een speciaal soort vernieuwing, anders van aard dan technische vooruitgang. Je zult geen jager nog een mammoet zien belagen met een stenen klovis speerpunt, maar de hefboom gehoorzaamt nu nog aan dezelfde wet als in de tijd van Vitruvius. Vooruitgang wordt geboekt met vallen en opstaan. Dat is een onontkoombaar gevolg van het feit dat uitspraken in de natuurwetenschap altijd moeten worden getoetst aan waarnemingen. Zekerheid heb je alleen in de wiskunde, zegt Christiaan Huygens. Ik citeer: men zal hier zulke demonstraties zien die niet zo'n grote zekerheid bieden als die van de meetkunde en die daar zelfs sterk van verschillen. Want waar de meetkundigen hun stellingen bewijzen op grond van zekere en onbetwistbare uitgangspunten, worden hier de uitgangspunten bewaarheid door de conclusies die men eruit trekt. Het kan niet anders uit de aard der zaak. Vooruitgang wordt niet aangedreven door nieuwsgierigheid, maar door opmerkzaamheid. Niet de vraag, maar de hypothese is de kern van de vooruitgang. En niet kennis, maar begrip is het voornaamste product van de wetenschap. Kennis kun je opschrijven en doorgeven, maar begrip zit in je hoofd. Niet afbeelding, maar verbeelding brengt ons verder. Hoe moeten wij nu omgaan met het onbekende? Hoe vergroten wij onze kennis en ons begrip? Er zijn mensen die denken dat ontdekkingen planmatig kunnen worden gedaan. Dat noemt men dan de wetenschappelijke methode. Maar volgens de apparatchiks die menen hoe de wetenschap werkt, bestaat die methode uit een cyclus van 4 stappen. En dat gaat ongeveer zo. Je begint met een vraagstelling. En merk op dat hier niet vraag staat, maar vraagstelling. Dus het is nu al apparatchik taal geworden. Die vraagstelling leidt tot een antwoord, namelijk een oplossing. Die oplossing leidt tot een publicatie. Die publicatie leidt, want we zitten natuurlijk in het tijdperk van de valorisatie, dus niet alleen in het siliciumtijdperk, die leidt tot een toepassing. En uiteindelijk moet na die toepassing weer een nieuwe vraagstelling volgen. In Nederland is deze veronderstelde cyclus de basis van de financiering door de overheid van het wetenschappelijk onderzoek. Maar zo werkt de wetenschap niet. Wie een onderzoeksvraag scherp kan formuleren, heeft alleen al daardoor 3/4 van het antwoord in handen, tenzij de vraag zo algemeen is dat het onbegonnen werk is om een antwoord te vinden. Vaak is de vraag zelf volstrekt onbeantwoordbaar, zoals bijvoorbeeld: waar zit het bewustzijn? Daar hebben onderzoekers eeuwenlang vergeefs mee geploeterd en dat zal altijd zo blijven. Niet de vraag is het beginpunt, maar de waarneming van een natuurverschijnsel. Daar gaat het om. Het is geen vraag, maar een waarneming, iets wat gebeurt. En de onderzoeker bestudeert dit verschijnsel totdat zij of hij er iets bijzonders aan opmerkt. Waarnemen is dus geen kwestie van nieuwsgierigheid, dat wil zeggen onbeperkt data verzamelen, maar van opmerkzaamheid. En die opmerkzaamheid, dat betekent dus aandacht voor het bijzondere. Opmerkzaamheid is iets in de trant van ik zie, niet wat jij niet ziet. Want bijvoorbeeld in mijn vak, de astrofysica, zijn we nu bezig met een telescoop te bouwen met een doorsnede van 39 meter. En dat haalt je de koekoek dat wij dan meer zien dan jullie. Nee, het is een kwestie, ik zie wat jij ook ziet, maar ik zie het anders of ik zie het in een ander verband. Bijvoorbeeld, het is 's nachts donker. Dat is heel raar eigenlijk. Of ik ben niet het gemiddelde van mijn ouders. Dat is ook heel erg raar, speciaal in dit tijdperk. Dan wil de onderzoeker weten, wat zit daarachter? En daar staat wel een vraagteken, maar het is meer een soort verlangen dan een vraag. Het gaat niet om het bepalen van een eenduidig antwoord, zoals bij het bewijs van een wiskundige stelling. Het gaat om het formuleren van een vermoeden, een veronderstelling, een hypothese. Een idee over de mogelijke oorzaak van een waargenomen gevolg.
En dat werkt ongeveer zo, zoals we hier achter ons zien. Van een waarneming merk je iets op en dan gaat het om een veronderstelling. Het cruciale onderdeel van deze aanpak is dus de veronderstelling, de hypothese. Die veronderstelling leidt dan uiteindelijk tot een voorspelling. En als die voorspelling uitkomt bij een nieuwe waarneming, dus een andere proefneming of een andere waarneming in je laboratorium, dan mag die hypothese nog even blijven. Het cruciale onderdeel, zoals gezegd, is de hypothese. Maar de onderzoeker die stopt na het bedenken van een hypothese is geen natuurkundige. Immers, je kunt wel zoveel verzinnen. Bijvoorbeeld, de zon wordt voortgetrokken op een strijdwagen langs de hemel. Planeten doen wat ze doen omdat ze rondzwieren op reusachtige glazen bollen. Het is aanmatigend om zulke veronderstellingen idioot te vinden of duidelijk fout. Er is niets gek of duidelijk in de natuurkunde. En daarom lijken natuurkundige verklaringen altijd vreemd. Niets is vanzelfsprekend of logisch. Waar het om gaat, is een bedenksel te toetsen door er een voorspelling op te baseren over iets wat nog niet eerder is waargenomen. Je legt als het ware je idee ter beoordeling aan het heelal. Daarna ga je kijken of je voorspelling uitkomt en zo niet, dan was je veronderstelling fout en zo wel, dan mag je idee blijven totdat er iets beters is gevonden. Het product van deze aanpak is dus niet een definitief antwoord op een duidelijke vraag, maar een tijdelijk resultaat dat onvermijdelijk min of meer onzeker is. Dat is geen tekortkoming, maar een noodzakelijk gevolg van het feit dat de natuurkunde zich moet verstaan met de eigenschappen van het heelal. Daarom schreef Huygens: het kan niet anders uit de aard der zaak. Toch is het mogelijk om op die manier een mate van waarschijnlijkheid te bereiken die vaak nauwelijks onderdoet voor volkomen zekerheid. Dat gebeurt wanneer de aangetoonde gevolgen van de veronderstelde principes precies overeenkomen met de waargenomen verschijnselen. Vooral wanneer daar heel veel van zijn. En wel in het bijzonder wanneer men op grond van de gedane veronderstellingen nieuwe verschijnselen heeft bedacht en voorspeld die dan inderdaad blijken te bestaan zoals verwacht. Dit is de manier om met het onbekende en met onzekerheid om te gaan. Gebrekkige kennis aanvaarden als natuurlijk en onvermijdelijk en dit tekort stap voor stap terugdringen door proefondervindelijk onderzoek en feiten onderscheiden van meningen. Het is geen methode. Het is geen soort algebra der ontdekking, een scherp en eenduidig voorschrift om feiten te achterhalen. Het is een proces van vallen en opstaan. Heel veel vallen en een enkele keer opstaan, wat sterk lijkt op de door Darwin en Wallace ontdekte biologische evolutie. Ik geef een voorbeeld. Wolken. Wolken. Wolken zijn prachtig. Wolken op planeet Aarde zijn fantastisch. Wolken elders in het heelal ook, maar we beperken ons nu even tot ons kleine bolletje hier. Wolken zijn fantastisch. Wolken en regen gaan samen. Wel, laten we eens kijken. Als het regent, dan stel je vast dat het druppels regent. En je zou jezelf dan de vraag kunnen stellen: we weten dat regen samen gaat met wolken. Zou een wolk dan ook uit druppeltjes bestaan? Nou, denk je automatisch dat kan helemaal niet. Dat is volstrekt onlogisch, want waarom valt een wolk dan niet omlaag? Net zoals de regendruppels. Ah, maar als je natuurkundige bent, dan kun je daar een kleine verfijning van je hypothese bedenken. Namelijk, de druppels in wolken zijn blijkbaar zo klein dat ze worden meegevoerd door de luchtstromingen. En vandaar bijvoorbeeld die bloemkoolvorm van die grote regenwolken waar je dan in een bui onder staat. Nu moet uit deze veronderstelling, dat een wolk uit druppels bestaat, een voorspelling volgen. Wel nu, we weten al dat druppels een regenboog veroorzaken. En als licht op een wolk valt, dan zou ook een wolk een regenboog moeten veroorzaken. Uit waarnemingen blijkt dat dat inderdaad zo is. Het is de glorie, je kunt dat vinden in het beroemde boek van professor Minnaert, en dit is ook wel bekend als het spook van de brokken. De voorspelling komt dus uit en onze veronderstelling mag nog even blijven totdat er nieuwe gegevens komen die verdere verfijning nodig maken. Dit proces vermeerdert ons begrip van de natuur. Het centrale element daarvan is de veronderstelling, de hypothese.
De koppeling met het heelal komt tot stand door een nog niet eerder waargenomen verschijnsel te voorspellen en dan te zien of dat ook inderdaad wordt waargenomen. Een theorie is niets waard, tenzij je er een verifieerbare voorspelling op kunt baseren. Een hypothese is een schepping. Het is net zoiets als een gedicht of een schilderij of een ander kunstwerk. Een hypothese komt niet voort uit een of andere systematiek. Men kan wel, om met Descartes te spreken, een méthode pour bien conduire sa raison hebben. Maar die reden, hoe logisch en geleerd ook, leidt niet tot de schepping van een hypothese. Wat dan wel? In de woorden van Richard Feynman, to do physics, you gotta have taste. Natuurkunde is een kwestie van smaak. Je moet er een neus voor hebben. Een hypothese is iets als een gedicht, maar dan zonder dichterlijke vrijheid. Immers, de hypothese moet worden getoetst aan het heelal, zodat er in zekere zin geen enkele vrijheid is. Weinige mensen snapten dat in de tijd van Huygens en daarom had hypothese een slechte naam. Newton vond veronderstellen maar niks. Ik citeer. Maar tot dusverre ben ik niet in staat geweest om uit waarnemingen de oorzaak af te leiden van de eigenschappen van de zwaartekracht. En ik verzin geen hypothese. Want datgene wat niet kan worden afgeleid uit verschijnselen heet een hypothese. En hypotheses, of ze nu fysisch of metafysisch zijn, of van occulte aard, verdienen geen plaats in de natuurwetenschap. Newton was dus van mening dat oorzaken moeten worden afgeleid uit waarnemingen. En met afgeleid, in het Engels schreef hij deduced, bedoelde hij een logisch en dwingend proces om van het een tot het ander te komen, zoals men een wiskundige stelling bewijst. De natuurkundige Wolfgang Pauli had een vaste gewoonte om altijd te vragen naar het beslissende onderdeel van een theorie. Was is de witz? Waar zit hem de grap? Wat is de clou? Wat is de essentie? En ik denk dat het centrale, beslissende onderdeel van begrijpen, de witz, de veronderstelling is, de hypothese. Vrijwel iedere mens is nieuwsgierig en wil weten wat gebeurt daar. En de meesten gaan een stap verder door zich ook af te vragen hoe gebeurt dat? Wat zit daar achter? Wie wil weten wat ergens achter zit, dus wat de mogelijke oorzaak is van een bepaald gevolg, moet er een slag naar slaan. De geschiedenis laat zien dat sommige onderzoekers vaker raakmeppen dan anderen, maar ook een genie van de buitencategorie, zoals Christian Huygens, werkt op de tast. Elk antwoord op de vraag wat zit daarachter is onzeker. De onderzoeker kan onzekerheid aanvaarden, dus door links af te slaan, of kan onzekerheid erkennen en ontkennen. En staande op die T-splitsing koos Huygens de afslag naar links door onzekerheid als onontkoombaar te accepteren en de natuurwetenschappelijke aanpak te formuleren als een proces van stapsgewijze verbetering. Dus men zal hier zulke demonstraties zien die niet zo'n grote zekerheid bieden als die van de meetkunde. Het kan niet anders uit de aard der zaak. En dat is een van de redenen dat onze organisator Sophie Ruttefrans de bijeenkomstthema hier had geformuleerd als hoe kunnen we omgaan met onzekerheid, hoe kunnen we wetenschap nemen voor wat het is en niet als alwetend orakel. De andere mogelijkheid is de afslag naar rechts. Onzekerheid wordt beschouwd als een menselijke tekortkoming, maar eigenlijk heeft elk gevolg een welbepaalde oorzaak. Mensen die rechts afslaan, verbannen de onzekerheid en twijfel uit hun gemoed. Een dergelijke reactie op de vraag, wat zit daarachter, noemt men meestal geloof. Omdat vrijwel iedere mens de wat zit daarachter neiging heeft, is Homo sapiens een gelovige diersoort. Religie is een bundeling van zulke individuele geloven. Die bundeling komt niet vanzelf tot stand, maar door opvoeding, scholing of dwang. Omdat de mens een groepsdier is, kan die dwang berusten op de behoefte erbij te horen. Uitsluiting is een straf, zoals menigeen op het schoolplein heeft geleerd. Geloof knipt de on van onzekerheid af. En daardoor ontstaat een soort begrip die ontdaan is van twijfel, zoals samengevat door Anselmus van Canterbury, die zei, credo ut intelligam. Ik geloof om te begrijpen.
Rechtsafslaan is dus een alternatieve manier om begrip te verwerven. Niet door middel van Huygens zijn voortdurende toetsing aan de werkelijkheid, want die poetst immers de onzekerheid nooit helemaal uit, maar door het begrip als vaststaand en absoluut aan te nemen, zoals een definitie of een axioma in de wiskunde. Het is dan ook geen wonder dat Spinoza zijn ethica strikt volgens het wiskundige model heeft vormgegeven. Definitie, axioma, stelling, bewijs. Definitie, axioma, stelling, bewijs. Door de hele ethica heen. Zo'n turf. Talloze mensen slaan rechtsaf wanneer zij worden geconfronteerd met de onzekerheid die wat zit daarachter aankleeft. Zo kunnen wij de uitspraak van Marx, religie is opium van het volk, beter plaatsen. Immers, opium en soortgelijke drugs grijpen aan op de receptoren van stoffen die van nature in ons lichaam zitten, bijvoorbeeld dopamine en endorfine. Zo ook religie die aangrijpt op de natuurlijke wat zit daarachter neiging van de mens. Een kleine zijtak waar straks Evanne op zou kunnen doorgaan, rechtsafslaan. Dat wil zeggen, gelovigheid is blijkbaar een gevolg van biologische eigenschappen. En de vraag die je dan kunt stellen is, in hoeverre spelen sociale, culturele en politieke factoren daarbij een rol? Een belangrijk gevolg van de aanname van absolute zekerheid, dus rechtsafslaan, is dat fouten en vergissingen niet mogen bestaan. Klokkenluiders worden meestal gezien als vijanden of ketters. Het wetenschappelijke gehalte van een leer- of leefwijze is af te lezen aan de manier waarop met fouten wordt omgegaan. Natuurkundigen schieten ook wel eens een bok, maar ze ruimen zelf de kadavers op. Tussen waarheid en wetenschap zit altijd ruimte. En het is aan de onderzoeker om die ruimte te vullen, flits na flits, met het licht van begrip. De vraag die je je kunt stellen is, leert de wetenschap ons de waarheid kennen? Nou, misschien. U kent het allemaal, want het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je... Nou goed, maar dat is een natuurkundige, dat begrijpt u. Ik mag even aan de collega van Prooijen vragen. De wetenschap levert verbluffende resultaten en toch is intellectuele bescheidenheid gepast. Hoe zijn die twee te combineren? Maar hoe dan ook, de wetenschap draagt wel bij aan het voortdurend verbeteren van de toestand van de waarheid. Zonder Einsteins hulp wordt de fout van de GPS-plaatsbepaling in je TomTom per minuut 30 meter groter. Dus wie volhoudt dat de relativiteitstheorie ook maar een mening is, of een samenzwering van de academische elite, die knalt na 20 seconden tegen de vangrail. Ik stel de volgende omschrijving voor. De waarheid is wat wij gemeen hebben. Ik zeg hier niet dat de waarheid een sociaal construct is, want met wij bedoel ik alles wat er is. Mensen, muizen, bomen, bergen, alles in het heelal. De waarheid is wat deze gemeen hebben. Het is bijvoorbeeld uitgesloten dat wij de natuurkunde tussen aanhalingstekens hebben afgesproken. Want het licht dat de Andromeda-nevel van de Andromeda-nevel vertrok daar 2 miljoen jaar geleden. En de gloed van de oerknal is bijna 14 miljard jaar oud. En al dat licht gedraagt zich precies als het licht uit je fietslamp. En die eigenschappen zijn niet net toevallig ontstaan, nu wij Homo sapiens langskomen om het te zien. Uit de opvatting dat de waarheid is wat wij gemeen hebben, volgt dat er kleine en grote waarheden zijn. Hoe groter wij, hoe groter de waarheid. Sterren en sterrenstelsels, hier op dit plaatje, zoals onze zon en melkweg, vinden we overal in het heelal. En heb je één waterstofatoom gezien, dan heb je ze allemaal gezien. Want van de oerknal tot hier zijn ze allemaal hetzelfde. Dat zijn reusachtige waarheden. De waarheid is wat wij gemeen hebben. Geloof. Geloof is een piepkleine waarheid. Want geen twee gelovigen zeggen ooit hetzelfde over de artikelen huns geloofs, tenzij hun religie hen daartoe dwingt. Het succes van ketterjagers is al dus verzekerd, want op de pijnbank moet het slachtoffer maar raden wat de inquisiteur wil horen. Wie echter vraagt naar de Lorentz-transformatie of naar de elektrische lading van het theekwark, krijgt van een professor uit Samarkand precies hetzelfde te horen als van een student uit Leiden. Daar hoeft geen foltering aan te pas te komen.
een eenvoudig tentamen volstaat. En als je dat tentamen zou kunnen voorleggen aan bewoners van een exoplaneet achter de grote beer, dan zouden zij dezelfde antwoorden geven, want dit zijn immense waarheden. Waarschijnlijk zelfs universeel. De aarde en de zon zijn bolvormig, omdat de zwaartekracht aantrekkend is en toeneemt met de massa en de kracht tussen atomen niet. Wij kunnen dus met zekerheid zeggen dat alle andere sterren ook bollen zijn, al hebben we er nooit één van dichtbij gezien. Een kleine vertakking in de richting van Peter Keizer. Hoe beïnvloeden belanghebbenden de politiek door wetenschappelijke bevindingen te ontkennen? De waarheid is wat wij gemeen hebben, van mensen tot sterren en verder. Tegenspraak is een welkome opening naar dieper begrip. De zoveelste bevestiging van wat we al weten is nauwelijks de naam onderzoek waard. Echte wetenschappers zijn er niet op uit om ten koste van alles een gesloten front te vormen. Integendeel, iets wat niet klopt, is voor de fysicus wat een poot aardappel is voor de boer. De wetenschap probeert voortdurend de toestand van de waarheid te verbeteren. Zoals we zagen, gaat dat volgens de aanpak die door Huygens werd samengevat met de reeks waarneming, opmerking, veronderstelling, voorspelling, nieuwe waarneming. En daarbij richten wetenschappers zich op het verband tussen oorzaak en gevolg. Je kunt dat verband zonder meer vaststellen. Dan neem je waar wat er gebeurt. Ook kun je nagaan wat er kan gebeuren ten gevolge van een bepaalde oorzaak. En daarop volgt dan de vraag wat de oorzaak zou kunnen zijn van een waargenomen gevolg. En daarmee vraag je je af hoe iets werkt. Dat is de kernvraag waar je in de wetenschap mee bezighoudt. Hoe werkt het? Dankzij hun zintuigen en hun zenuwstelsel hebben de meeste dieren een vorm van bewustzijn. Dat wil zeggen, zij zijn in staat om verband te leggen tussen oorzaak en gevolg in hun leefomgeving. En hoe indrukwekkend het bewuste gedrag van zelfs kleine dieren is, kun je afmeten aan de hoeveelheid moeite die het kost om zoiets eenvoudigs als een zelfrijdende auto te bouwen, die toch extreem veel simpeler is dan een muis of een konijn. Dankzij het bewustzijn kan een dier veel wendbaarder omgaan met de omgeving en heeft dus een evolutionair voordeel. Naarmate het dier ingewikkelder is, wordt ook het bewustzijn complexer, zozeer dat je kunt spreken van intelligentie. Woordenboeken omschrijven intelligentie als, tussen aanhalingstekens, verstandelijk vermogen. Dat vind ik te vaag. Intelligentie verwijst naar overweging. Over-weging, weging, overweging. Hoeveel gewicht je verstand toekent aan verschillende mogelijkheden. Overweging is abstract. Vergelijk het met biljarten. Dat lijkt een mechanische bezigheid, maar is in feite ook abstract, want een speler mag maar één keer stoten en niet eerst wat varianten oefenen. En zo gezien is intelligentie het vermogen om je een verstandelijk beeld te vormen van de mogelijke gevolgen van een gegeven oorzaak. Begrip gaat nog veel verder dan intelligentie. Volgens woordenboeken is begrip hetzelfde als intelligentie, namelijk verstandelijk vermogen. Maar in de wetenschap zijn die twee verschillend. Intelligentie betekent bedenken wat de gevolgen zouden kunnen zijn van een bepaalde oorzaak. Begrijpen werkt andersom. Bedenken wat de oorzaak kan zijn van een waargenomen gevolg. Blijkt dat bedenksel juist te zijn, dan krijg je begrip. Het besef dat een gegeven gevolg tot stand komt door een welbepaalde oorzaak. Maar wat levert het op? Wat is ons product? Meestal is het antwoord, de wetenschap produceert kennis. Ja, dat is wel waar, maar het is toch oppervlakkig. Want voor het verwerven van kennis is het genoeg om vlijtige waarnemingen en proeven te doen, de resultaten vast te leggen en zie daar je kennis. Maar uit die stapel gegevens volgt geen begrip. In Mesopotamië zijn massa's kleitabletten opgegraven waarop astronomische waarnemingen zijn vastgelegd. Maar die kennis bevat geen enkel natuurkundig wereldbeeld, hoewel we rustig mogen aannemen dat de Mesopotamische geleerden niet dommer waren dan Copernicus. Wetenschap produceert dus niet alleen kennis, maar vooral iets van een hogere orde, namelijk begrip. Begrip is een prachtig
machtig en krachtig woord dat verwijst naar grijpen en greep. Grijpen en beweging maken om iets te pakken. Greep, de hoeveelheid die men in één keer kan grijpen. Begrijpen, de aard van iets met het verstand vatten. Klemvast, zoals een goede keeper de bal. Begrip geeft ons vat op de mechanismen van het heelal. Begrip gaat niet alleen over de wereld zoals die is, maar ook over wat zou kunnen zijn. Met andere woorden, de veronderstelling, de hypothese of zelfs de fantasie. Intelligentie neemt de wereld voor kennisgeving aan. Begrip denkt verder, zodat het mogelijk wordt door te dringen onder de oppervlakte van kennis. Begrijpen, de rust op veronderstellen. En in het bijzonder veronderstellen dat het ook anders kan. Anders dan wat je kent door je zintuigen of je geheugen. Zou het zo kunnen zijn dat puntje, puntje, puntje. Een soort verzinsel dus. De wetenschap berust op het vermogen van de menselijke hersenen om dingen te kunnen verzinnen. In dat opzicht is begrip verwant aan creativiteit en fantasie. Daardoor zijn veronderstellingen over de werking van het heelal in de loop van de tijd dieper onder de oppervlakte van de waarnemingen gedoken. Het is dan ook geen wonder dat de natuurkunde voor niet-fysici steeds vreemder is geworden. Steeds verder van de werkelijkheid waarmee onze intelligentie zich bezighoudt. Natuurkunde is inderdaad vreemd, maar ik kan u zeggen, het went. Een kleine kanttekening voor collega Haring. Als je dit zo hoort, wat neem je dan mee als wetenschapscommunicator? Hoe communiceren we onzekerheid zonder oppervlakkig te worden? Natuurkunde gaat terug tot duizenden jaren voor de tijd van Huygens. Het begint met een waarneming. Tegen het vallen van de avond ga je zitten op een hoog punt van waar de westelijke horizon goed te zien is. De waarnemer stelt vast dat de zon ondergaat en merkt op dat de maan en de sterren dat ook zo doen. Wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn? Veronderstel dat de aarde een draaiende bol is. Ik wil u met klem verzoeken om de volkomen vreemdheid van deze veronderstelling even tot je te laten doordringen. Want als je de zon ziet ondergaan of de maan of de sterren, dan merk je aan helemaal niets dat je op een draaiende bol zit. Het is volkomen raar om dat te denken. Uit die veronderstelling dat de aarde een draaiende bol is, volgt een bonte verzameling van voorspellingen over talloze verschijnselen aan de hemel en ook op aarde. Iedere nieuwe waarneming klopt met de voorspellingen. En dus de hypothese mag blijven en wij begrijpen de beweging van de hemel. We zien de zonsondergang door met onze ogen naar buiten te kijken. We zien een veronderstelling met de ogen van onze fantasie. Ogen die naar binnen kijken. Niet afbeelding, maar verbeelding. Wie zegt dat de aarde een tollende bol is, maakt vast een grapje. Je voelt er immers niets van en iedereen kon toch duidelijk zien dat de zon opkomt en ondergaat. De klassieke vraag van Pauli over een natuurkundige verklaring of experiment luidde: Was ist der Witz? Wat is de grap. The fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Dwazen maken grappen. Kijk, dat is wat je waarneemt. Dat is wat je veronderstelt. En dat is wat je denkt. Dat is je schepping, je creatie. Datgene wat er achter zit. De Beatles zongen over een dwaas op een heuveltop. Ik word liever dwaas genoemd dan lafaard, maar dat zegt niets over wat je moet doen als je wilt omgaan met het onbekende. Niet bang zijn, uiteraard, maar dat is een houding, het is geen aanpak. Wat moeten we doen? Een scherp antwoord werd geformuleerd door Arthur Schopenhauer in een brief aan Charles Darwin. Onze taak is niet zien wat nog niemand gezien heeft, maar denken wat nog niemand heeft gedacht over dingen die iedereen ziet. Dat is altijd onze taak geweest, voor, tijdens en na het leven van Christian Huygens.